Even Radio Friesland. Wat man hoor. Doelen van werken met Joop Batsma, hoofdbestuurslid KNW en natuurlijk ook voorzitter van het wielercomité hier in Stouwenstepping. Gestart straks. De BMW kan rustig oprijden. De BMW kan oprijden. Attentie, Herbreus. Er is gestart. Gestart over 50 kilometer met natuurlijk een leidersprijs. Met ook Van Stoffen, kampioen van Nederland bij de veteranen veldrijden. Ik de coureur dat je me gaat Bonne van Meren, Siebe van der Galien. En het doet. Is het een beetje op regel, joh? Met Wiebe Bosma. En hier kijk uit, er staat een fotograaf die vlak naast me, dus komt niet te dicht onder de jurywagen door, want we willen natuurlijk gezien worden. Gezien worden we elke dag. En bevalt het? Prima. Stel je nou alle dagen die centjes bij de spaar- en voorschotbank? Nee, ik werk boven in het bedrijfsrestaurant. In het bedrijfsrestaurant, want de mensen moeten ook natuurlijk een hapje en een droogje halen. Ja, kroketten en soep en koffie. En natuurlijk ook voor de gasten bij de spaar- en voorschotbank bij die voordeliger uit. Ja, tuurlijk. En je weet straks hoe het werk is, één links, één rechts en één in het midden. Ja. Veel plezier vandaag, we zien elkaar natuurlijk heel vaak nog, 3 keer vandaag. Premies te verdienen met terugkeer. 6 in het getal, ook in voorste positie, 37, Sjoerd Koster. En die man met die hele mooie zonnebril, de man onder nummer 17, Peter Bosma uit Groningen. Stand in de leidersprijs dat Wiebe Bosma heeft. Pakt de eerste premie op de strip. En tevens een punt voor de leidersprijs. Het Power Rangers geluid uit beneden Leeuwen. En ook de man onder 26, Bert de Haan uit Delfzijl, lid van de Balanton, de man onder nummer 57, Adi Suk. De attentie, mensen, de dames en heren, jongens en meisjes, publiek staat oversteken bij de sluizen. Niet bij de hek. We zien de mannen weer in passage. Natuurlijk de BMW de Beier met Barolds, Atsma, Mees, Van der Galien, Bonne van der Meer, Federer, Baron en Jan Kolter. Dat zijn mannen in het front van het peloton. En langzaam in de staat zit Karst. Met zijn programmaboekjes in de bijen van de jurywagen. Ze zijn natuurlijk volop verkrijgbaar voor 2,50 oftewel een rijklaat. 4 prijzen, tweede prijs in ieder geval een boormachine en de eerste...
En natuurlijk die taaie varkensfokker. Op dit moment zijn alle kaarten uitgekocht. Drie ronden nog te gaan voor de categorie liefhebbers veteranen met Jan Kalter, Jan de Roer, het harde grijp. En Kees de Bruin, de man 120. Lichtelijk verwachtig. Volk ronde. Dank u. Wacht, jongens. En we gaan naar rechte lijn in het peloton. Straks in passage gaan we bellen voor de laatste ronde en in de gok de auto van Kruijsje de Beijer rijdt volledig een ronde door. En u blijft natuurlijk massaal achter de afval. Wel voor de laatste ronde met Nieuwenhuis, Heerman, Gidder, Papiermolen. Hup. En hier houden we monden dicht. Wel voor de laatste. Voor met Johan Hup in voorste front. Johan Hup. En dat is de winnaar Johan Hup met Joop Batsma. Officieus Bolle van de Meer. Hey, mooi. En een groot peloton komt over de meet. Mensen kijken uit, ook de man nog in passage. Zo dan natuurlijk genoteerd hier bij de Arriveer in de Assen. Intussen heb je konto knap verhoogd met het aantal overwinningen. Ja, vorige week donderdag in Woudenberg, veteranenwedstrijd. En vandaag nu weer gaat de laatste week naar de goed. Je trapte weer die enorme zware plaat, krijg je dat elke keer voor elkaar? Ja, als ik geen zware plaat kan trappen, dan gaat het slecht met mij. Dan gaat het slecht met jou, graag iemand van de organisatie. Kijk, het kleedje gaat wapperen. Een zeer tevreden man, was moeilijk. Ja, vooral de finale was moeilijk. Er sprongen telkens mensen weg en dan was er maar kijken. Die hadden de laatste ronde was terug naar een groepje van vier maar weg. Nou, en dan is er naartoe rijden en dan... En de laatste bocht en dan moest je vooraan zitten. En dan zat ik en toen kwam er geen meer langs. Als je volle snelheid doorheen kunt en dan kan ik die grote plaat draaien. Kan ik me voorstellen, zo schade dat ik kreeg hem op binnenblad. Toen moest ik hem weer gaatje wegrijden naar Johan en kon die open alleen net niet. Ik wil hem dus niet pakken, maar als die Johan op eerste door de bocht gaat, dan is het meestal een van de winnaars. Ja, het was hier allemaal bochtjes. Je moest eigenlijk achter van een stuk asfalt voor op, anders dan... Dan kwam je dan niet meer langs, je moet niet helemaal omhoog rijden. Ik ga net even Remy in, dan rijden we naar de wind. Ja. Vond je wedstrijd mooi parcours? Ja, ik wist niet wat ik zou doen. Alleen de rest van de week in. Ik kon er wel op je heen komen. Wat was dat in? En we voor de gouden paar. Hij gaat op pijl, dus het was ook niet tenminste. Nee, dat was zo bij. Ik kon niet in wil houden. Tweede man vandaag geworden, Joop Asman. Joop, Joop Suif, zondagmorgen. Ik moet nog een beetje meer trainen. Dan komt het een beetje beter in. Je hebt goed getraind, maar nou net niet goed genoeg om de eerste man van zijn stek af te halen. Je hebt wel de leiderspreis, vriend. Hoe kan dat dan? Nou, kijk, in Eindhoven moet je natuurlijk net iets meer gaan aanvallen. Hier hij ook niet. Ze rijden allemaal wat je wil. De bocht niet. Amy die kwam voor in. Op het moment dat hij wegspringt, dan gaan we er één team mee. En als ik wegspring, gaan we er ook een halen mee. Daarom denk ik van nou, ik probeer in aanval die leidersprijs te pakken. Dan heb ik toch wat. Maar ja, ik ga wel een beetje door dat het waarschijnlijk een makkelijk punt zal worden. Maar we kunnen niet de sterkste punt. Maar in de voorlaatste ronde sprong ik dan met Amy weg en hadden we een gaatje. In de laatste ronde kwam ik erbij. En je kon hem goed voorin hand houden. En dan moet je even een gat nemen. Of op kop in de laatste bocht. Of bij de man die voor je rijdt als je wil. Nou, ik koos voor de laatste. En ja, de spul is te kort om nog iemand voorbij te komen. Ik dacht een zeer tevreden man hier vandaag in zijn huis te vinden. Ja, natuurlijk. De premies voorin en de leiderspijzen. Vorig jaar was ik 3 en nu 2. Dus kan nog beter, maar ik ben zeer zeker dik tevreden. Je bent zeker tevreden. Je gaat als chef de kiep mee naar de Olympische Spelen in Seoul. Wanneer vertrekken jullie en wanneer komen jullie weer thuis? Wij vertrekken de tweede week van september en we komen begin oktober weer terug. Dus precies 3 weken zijn we weg. En ik heb gehoord dat ze niet worden toegelaten. De jongens gaan toch vandaag nog naar Stuttgart, heb ik zojuist gehoord van Hans Gaanholt.
om nog een limiet te rijden. En dan is het gewoon afwachten wat het oplevert. Maar in principe mogen ze niet, maar ze willen toch laten zien dat ze snel genoeg rijden. En daarom gaan ze morgen een individuele achtervolging rijden en weekend een boekenachtervolging. Als je wat minder bobo's meenemen, kunnen wat meer spotters mee. Is dat niet jouw standpunt? Nee hoor, daar gaat maar één mee, dat ben ik. Dus er gaat maar één mee van het wielrennen, maar er gaan verder ook genoeg mensen mee. En we gaan de huldiging doen met onze Sherman door onderwijs. Ja, we zijn geworden, hè. We beginnen met de winnaar, Johan Lup. Ook een Sherman zo. Ja, goed, Pieter. Met de Mr. Boer Supermarkten. Dat is ster, hè. Tweede, Jo Batsma. Even de tutor even op, hè. Ja. Ook gefeliciteerd onze Sherman door onderwijs, Mr. Boer. En derde, Bonne van de Meren. Mensen met een applaus, eerste, tweede en derde aankomende. Ja, die komt er wel een bij, hè. En mensen, u kunt er weinig van zien, want het peloton staat alweer voor u. Te kijken en te genieten van al die coureurs die straks voor de start staan van de amateurs. Ja, Egbert, maar ik heb een stukje omgekeken en ik zag dat alle kopjes naar achteren gingen naar onze bijzonder charmante ronde mis. Mis de Boer Supermarkten vandaag dus in de creatie van Henk. Afwikkeling van die autoschade. En die wordt getrokken in de finale van de... Deze ongetwijfeld spoor in Dar, het aansteekhuis in Sarhuis de Veen. We hebben natuurlijk vanavond rond de klok van M Groen Tapes. Die is compleet, evenals de formatie van TVM Verzekeringen. Hebt u geen inlegvel, dan acteert onder het nummer 29 Dick Dekker uit Hogeveen. De equipe van Hitachi Bosal bestaat dan uit het nummer 32 Jos Haaks. Het nummer 33 Stefan Marchand, 34 Jan Wijnands en onder 35 gaat acteren Wieberen Veenstra. De Sigma Paints equipe bestaat uit één coureur, Frank Piraar, en niet gaat vertrekken het nummer 41 Adrie Kals. Dan gaan we een klein beetje verder de deelnemerslijst langs. Onder het nummer 22 gaat vertrekken Patrick Roeland van de Roland formatie. 22, Patrick Roeland. Dan ook niet gaat vertrekken namens de Rattelgroep 37, Ron Makai. En dan hebben we nog een drietal bijschrijvers. Uit België. En dat doen we dan met de voordeel is Miss Supermarkten de Boer. We hebben weer een rins van zojuist die zullen vanavond de VGNN-bocht passeren. De zin beschikbaar gesteld door de Spaar- en Voorschotbank. Uit het hart van Sarhuis de Veen en leverancier van die gouden fiets 88. Toen imposante wielerseizoen achter de rug. Klassiekers, geen overwinning, maar toch formidabele prestaties. Giro d'Italia, ja, en dan natuurlijk wat ze in Sarhuis de Veen zeggen, de boppenslag. Een bovenslag dus, je uitstekende presteren in de Ronde van Frankrijk. Dan duik je de criteria in. We kunnen simpel zeggen, het leven van de coureur is hard, maar misschien ook mooi. Zeker, de eerste week is natuurlijk enorm mooi. Vooral de belangstelling die er is voor de mensen. En, het is natuurlijk wel zwaar omdat de criteria meestal s'avonds laat. Dus ik ben s'avonds laat thuis. Het is een ander ritme als de Tour. En ik hoop in de Ronde van Nederland weer een beetje op de ritme te komen voor de wereldkampioenschap. Goed, dan kom je s'avonds terug van die criteria. Misschien is het wel eens s'morgens vroeg tegen melkerstijd. Dan rij je Warmenhuizen binnen, dan is het donker. Maar toch is het allemaal wit en rood. Ja, het café is nog steeds in de kleur. En, ja, vooral de vlaggen hangen nog steeds buiten, maar ik denk dat het langzamerhand wel wat minder gaat worden. Alleen, ik hoop dat, dat de mensen gewoon zo blijven zoals ze zijn. En ik hoop gewoon dat ik voor hun een goed wereldkampioenschap heb. Dat is voor mij nog belangrijk aan drie pikken. Ja, dat was de klassiekers, de Tour en het wereldkampioenschap. En ik hoop, twee dingen zijn goed gelukt. Ik hoop dat het rond in België ook nog goed gaat lukken. Goed, dan die derde piek. Na die derde piek in dat WK, hopelijk voor jou, komen de najaarsklassiekers. Ben jij ook weer present? Of zeg je piano? Ik denk dat ik... Het hangt een beetje vanaf. We hebben natuurlijk nog een paar wedstrijden te gaan voor de wereldbeker. En als we... Zo zaterdag San Sebastian en dan Zurich nog. En als we die als ploeg zijnde goed weten punten te pakken voor de wereldbeker, dan is die in onze zak eigenlijk. En dan is het voor mij niet zo belangrijk meer, dan heeft de directie, dan hoef ik niet meer zo hard te rijden. En dan zijn er jonge jongens die echt graag willen rijden, die nog niet zoveel gereden hebben van het jaar. En ik denk dat ik dan weer rustig kan voorbereiden op het nieuwe seizoen. In ieder geval veel succes in Ronsen in België. We zullen je op de voet volgen. We willen jou zo dadelijk graag in de kar met een aantal andere coureurs voor een rondje Sarhuis de Veen.
Dat was dan Steven Roots. We willen ook graag terug Gert-Jan Teunissen. We willen graag Wiebren Veenstra. We willen graag Eddie Schuurer, Johannes Draaier. Ja, en ook die man die hier in tweede positie rijdt, Jelle Nijdam. Als Jelle naast het zadel komt en de fietser dadelijk aan de kant. Goed, de proloogspecialist van weleer Jelle Nijdam. Met 60 kilometer vertrekken, met 65 kilometer aankomen, over 4, 5 kilometer. Ja, de hoge heren van de UCI hebben dat dit jaar allemaal veranderd. En toen moest ook de wielerstijl van Jelle Nijdam veranderd worden. En dat ging goed. Dat ging zeker goed. Ik heb een klassieke gewonnen, etappe in een tour. Ik hoop dat het de lijn weer doorzet. Goed. Over een paar weken wereldkampioenschap. Ik denk dat je volgende week de ronde van Nederland induikt. Dan wordt het rustig. En dan het WK? Dan het WK, ja. En dan ook nog gewoon een gokje in de najaarsklassiekers? Ja, natuurlijk. Ik hoop dat ik goed ben. Dat ik ook in de najaarsklassiekers een rol kan spelen. Hoop ik. Goed, in ieder geval ook veel succes voor de mannen in het trico van Superconvex. Inderdaad, Jelle Nijdam. Jelle, we willen jou zo dadelijk ook graag in de kar hebben. Onderhand ook gearriveerd Henk Lubberdink. Nou, we komen zo dadelijk terug bij Henk Lubberdink. En natuurlijk doe je ook een applaus voor Gert-Jan Teunissen. Gert-Jan, als je een beetje dichterbij komt, we hebben zo dadelijk een super ronde mis met hele fraaie bloemen. Nou, je hebt turbulente weken achter de rug, alles samengevat, je hebt formidabel gepresteerd in Frankrijk. Volgende week ronde van Nederland en dan het WK. Nou, het WK, ja, dat is voor Nederland toch heel erg belangrijk. Ik hoop dat we als land daar gewoon goed kunnen presteren. Goed, als jij hele goede benen hebt, dan kunnen we jou denk ik ook gewoon heel simpel weer van voren verwachten. Ja, ik hoop dat ik een beetje tot rust kan komen nog in die twee weken. Het is nou een beetje druk geweest, maar ik dan hoop ik weer dat we goed zijn. Goed, we willen jou zo dadelijk ook graag in de kar hebben als jij je fiets ook aan de kant hebt. Johannes, terug in Friesland. Ja, extra dimensie, hè? Jazeker, je ziet een paar koers in Friesland en nou zijn we er weer. Zo is het mooi gemaakt. We houden je aan je woord. Eddie Schuurer, twee keer winnaar van de amateuruitgave en nou als professional voor de tweede keer. Vanavond knal en vlammen? Ja, natuurlijk. Eigen huis. Ik zal het even laten zien wat de fiets is hier. Goed. Wiebren Veenstra, we gaan jou zo dadelijk ook huldigen met het college van Harkema. Daar wist je natuurlijk helemaal niks van. Debutant in de Ronde van Frankrijk. Nou, het leven van de coureur is mooi, soms hard. Ja, zeker hard. Dus nou met deze kieren elke avond laten bedden. Ja, dat is te moeilijk om s'avonds nog hier perfect aan het stellen te staan. Goed, we willen jou nou graag even mee naar voren, naar de mannen uit Harkema. Nou, die mannen uit Harkema, Fijke de Boer, Jappie Borger, college, zouden we bijna willen zeggen van BNW Harkema. Fijke, die hebben een paar woordjes voor Wiebren. Wiebren, de eerste Fries in de Tour de France. De eerste Harkemaster in de Tour de France. De jongste deelnemer van de Tour de France. Het kind net op. Waar vliegen hier, ik heb nou even niet weer hoor. Waar vliegen hier, die broer huldigen als nationaal kampioen bij de junioren. Deze prestatie vindt plaatselijk belang van Harkema net minder. Wij hebben in Wiebren Veenstra een ambassadeur. Een ambassadeur voor Harkema en een ambassadeur voor Achtkarspelen en een ambassadeur voor Friesland. De sport draait hem uit en draagt het Friesland naar het buitenland. Van harte gefeliciteerd. En we hopen dat het crescendo wordt. We hadden een kleinigheidje. Eerst een bord lam. En daarna... Ja, dat was een en daarna de fietser met de haan omheen. Dat betekent dat er nog een aantal overwinningen in het verschiet liggen. Misschien van jonge heren. Dit is een zilveren fiets. De gouden, daar mag van jullie nog even verbieden. Succes! Ja, dat was dan een Harkema's onderhondje in Struikerveen. Wiebren, als jij langzamerhand naar de grote kar gaat en daarin plaats gaat nemen. Dat... Ja, nou heb ik de hoop van Alain Mielien nou. En dan lukt het wel. Dan zie je maar weer dat de wielerwereld uit wonderen bestaat. We hebben zoetemelk wereldkampioen gehad. Wie weet dat het jou ook nog eens lukt. Dan moet je even meedoen, hè? EVN Verzekeringen, de bijschrijver onder 29, Dick Dekker. En ook de man van Zero gaat oprijden. Marco van der van de profronde Friesland.
Ja, ja. We pakken een andere tukker en die Stamsnijder, de gewezen wereldkampioen der veldrijders. Kijk, kijk. Friese kussen, tuten voor Annie Stamsnijder. Dan pakken we ook Van der Poel. Jacques Van der Poel in de tricot van Roland. Dan komt ook naar voren met het nummer 36. Theo van der Velde. Kies. We pakken Peter Stijvragen. Acterend met het nummer 18. Rob Kleinsma. Ja, de wielerwijzen komen uit het oosten. Altijd. Martin Schalkers. Ook voor hem kussen en bloemen. Oud-winnaar van de profrondes Ruisterveen. Theo Smit uit Halweg. Was het Theo toch Zwanenburg? Zwanenburg inderdaad. Twan Poels. Vorig jaar 2 in Gent-Wevelgem achter Guido Bontempi. Een van de jonge gabbers uit de superconvex-formatie. We pakken ronde mis. Fili González, kussen natuurlijk. Dan willen we ook graag naar voren een andere man uit die 7-Eleven formatie. De Danske cycleriter Jens Veggerby. Dan ook met 33 Stefan Morchan uit de Hitachi formatie. En dus ploegmakker van Wieberen Veenstra. We gaan door met de Amerikaanse supermarktengigant 7-Eleven, de New Zealander, Nathan Dalberg. Kijk, wat is die schoon, wat is die blond, Martin Hendricks. Zie hem in de winter sploeteren. Door de bossen en door de hei, door het slijk. En het tricot van Panasonic, Martin Hendricks Assen. Jantje Wijnands, trouwe gast natuurlijk hier in Sluisterveen. Hitachi. Schumbert, Jantje Simons. Ik wil ook graag de volgende Roland-coureur hier naar de start. Patrick Roeland. En dan hebben we nog één man, acterend met het nummer 46, Theo Apeldoorn. Dat betekent onder andere dat Henk Lubberding weer gearriveerd is. Theo. Een Fries wicht voor jou, met kussen. En dat voor een Brabantse klepper. Ook nog een tour voor Theo Apeldoorn. Goed, dan gaan we langzamerhand de BMW 524 TD voor de startlijn neerzetten. Dan gaan we langzamerhand de zaak hier ook een klein beetje vrijmaken. Onze rondemis supermarkt en de boer heeft formidabel haar werk gedaan. En dat betekent dat we zo dadelijk de wagen van Disc Radio Band 3 terugkrijgen met de 6 coureurs. Ja, dat is een lekker rij. Weet de mensen, hè? Goed, voor jou nog het startschot bij de Sande, pro-ronde van Friesland. Maar het is een fluitje van de Centec. Nou ja, ik ben net zo'n ruttejager en ik reed de mensen gewoon een beetje in de buurt bleef, want ik schiet misschien wel veel op mijn hinder dan, hè? Als je net oefenen bent. Goed, als jouw gewoon beweging kennen, dan gaan de meesten gewoon doeken. Dan ga je dat weer doeken en dan weet je dat ik het een beetje van zit. Goed, vrouw Algenijker zijn jouw mosje, maar wat jou dat net aan? Nee, ja, ik zie het net. Zo, de Westerijn en die verplikt eigenlijk nooit. Ja, maar jij wel gewoon. Goed, het komt allemaal van elkaar. Ze doen het hand in hand. De heer en mevrouw Algra uit Zwaag-Westeinde. Goed, heren coureurs, attention. Jonas ook knap dan.
Shadow. Goed, als het mensen dus hier een klein beetje aan de kant gaan, als de BMW van de Beier gaat oprijden, als Admotar Klaas Bottema gaat oprijden, dan gaat de heer Algera zo dadelijk de bel omhoog houden. Akkoord, Wiebren van de Harkema is onderhand ook gearriveerd. Dat betekent dat we zo dadelijk echt gaan vertrekken met de 7e profronde Friesland, een creatie van het lokale wielercomité. Wensen natuurlijk de heren professionals vanavond veel succes op asfalt en klinkers in Seruisterveen. Goed luck in de 7e profronde Friesland. Akkoord, de bel gaat omhoog mannen. We krijgen het startsein van de heren mevrouw Algera. Ja, oké. Veel succes, goed luck. Ja, de man uit het openluchthoven. De eerste passage in de profronde 88 achter de BMW. En achter motor natuurlijk Klaas Bottema. En wie leidt? De man in de balletjes draaien wel. Steven Rooks. Met Jan Wijnands, met Jelle Nijdam, met natuurlijk ook een Henny Stamsnijder. Eerste passage, eerste punt voor de leidersprijs voor Steven Rooks. Laatste positie op dit moment voor de mannen in het trio. Honda en Een organisatie, een creatie van Van der Velde Assurantiën hier uit Seruisterveen. En dat alles in samenwerking met Veilig Verkeer Nederland. Koop ook de nieuwe dwarsgespannen en verstelbare Quadro spiraal van Avec in Seruisterveen. De spiraal is de gezonde basis voor ieder bed en is een garantie voor uitgerust en dwaken. De Quadro-spiraal is verkrijgbaar bij elke erkende binnenspeciaalzaak en woninginrichter. De Quadro-spiraal van Avec, de gezonde basis voor ieder bed. Ja, we kijken naar die compacte man, we kijken naar de rode BMW, we kijken natuurlijk naar de VGNN-bocht voor gezonde zekerheid. In Seruisterveen. Ook een van de verantwoordelijke mensen voor deze wielerronde is Meerstra, de grootste gesorteerde elektrospeciaalzaak in deze regio. Radio, tv, hi-fi, video en wasautomaten. Meerstra natuurlijk in de band van de skielerwedstrijd. Zaterdag simultaan dammen met onder meer Harm Wiersma. Hoe was het weer met die leidersprijs? 4 punten Steven Rooks, 3 punten voor de man die... Klooster Stroobos. We gaan wel kijken naar de VGNN-bocht. En we zien, ik dacht, Dick Dekker. We hebben een wisseling van de wacht. En er wordt bijzonder veel doorgetrokken met 3 punten voor Jacques van der Poel. 2 punten dacht ik Stevenhagen. En wat doet Dag Otto Lauritsen? Terwijl de uitslag officieel van deze spur van de jury. Goed, we krijgen
uitslag van het klassement over drie ronden in het nummer 18. Stuur de kleine man uit Harkema, Wieberen, Veenstra. En nog steeds. Smit en Hollander Bouw BV in Groningen voor uitvoering floten. Daarom verzekeren zoveel mensen zich bij Avero, omdat Avero de klappen voor hen opvangt. Dat kan Avero. We zien Peter Stevenhagen, jawel, met Gert-Jan Teunissen, Dick Dekker, Jacques van der Poel, Jos Haaks, Gerard Veldscholten, Dag Otto Lauritsen en een laatste positie in het tricot van Superconvex, Twan Poels. Dat is op dit moment de situatie in de wedstrijd en we gaan zo dadelijk ook een kijkje nemen bij het rondebord. Ja, ja, heel vaak in Drenthe gesignaleerd. Jantje Simons met Robbie Kleinsma van TVM Verzekeringen. Laatste positie op dit moment voor Johannes Draaier, de gewezen kampioen. In het aansteekhuis, sfeer en gezelligheid vindt u in deze bar. Met de afloop van deze koers, live muziek. En de handen en vrouwen nog niet genoemd, maar ook een... Via de Iveco, dieren van en de zelver. En wij is bij terugkeren. Katrien. Geveldschoten, dan is het Stevenhagen. Eén van de twee. Derde man in ieder geval voor hem. Twee keer winnaar. En natuurlijk met uw applaus, Eddie Schuurer. Twee keer winnaar van de amateuruitgave. Dit seizoen met name excellerend in de korte... Hè? Ja, dat is mooi. En tijdens de Ronde van Frankrijk, dat kon eigenlijk een beetje hals door kop, want in één keer gauw niet harken maar de telefoon. Hoe kan dat toen? Kost die op een kost? Nee, alles lijkt blijven. Nee, ik moest dat worden. Oké, toen gauw er van start in die Ronde van Frankrijk en toen had Jet, toen weer een BMW tussen, die zie je net voor de televisie, maar die stier altijd. Ja, dat is pakken, hè? En als we praten over Heid Fokker, dan hebben we natuurlijk over de vermaderingsboeten van Harkemase Boys zien. Fokker weer razendsnel, maar Wieberen en Wietse ben ik razendsnel. Ja, die ben nog snel. En hoe zit het met Wopke? Nou, ik denk dat die er ook wel komt.
Sies is ergens in de buurt van Riascor en de Kruiswijk. Ja, wie weet er gewoon dat die man heel erg snel binnen. Want die kreeg gewoon altijd een balen en huurproduct van bij Sien. En daar zit de snelheid in. Hoe zit dat eigenlijk? Ken dat zo? Ja, dat is er nooit op. Dus dat fabeltje is ook weer uit de wereld. Kom bij Sjem, doet het dus niet wat snelheid betreft. Vandaag in Sruisterveen. Kiltaan dan met Harm Wiersma. Morgenavond dus skileren. Alles weer bij elkaar. We krijgen een puntje voor de Leidersprijs voor Patrick Verschuren. Daarnaast dus acterend een Martin Hendricks. Start van de groep onderhand Gert-Jan. Kijk, kijk, Johannes Draaier uit Zondel weg. Peloton onder aanvoering van Theo Apeldoorn. En dan dat hele langgerekte lint. Met natuurlijk Ralf Alcana, met Gert-Jan Teunissen. En uiteraard ook een dag Otto Lauritsen. Alleen dus aan de leiding de man uit Kastenloosleert, Johannes Draaier. Locatie van Miss Supermarkten De Boer. We kijken naar Jelle Nijdam, we kijken naar Steven Rooks. Theo Smit op kop van De Muiten. Vier premies bij terugkeer, Quatre Prim. Johannes Draaier, dan Jelle Nijdam en Steven Rooks. De vestigingen in Sruisterveen, Harkema, Grote Gast en Alpende. En als je het Nationaal Transport bedoelt, Sruisterveen. En Hollema levert niet alleen lichtboxenstallen. U kunt ook bij Hollema terecht als het gaat om woonhuizen en bungalows, winkelpanden, kantoorpanden en schoolgebouwen. Akkoord natuurlijk met uw applaus. 11 ronden te gaan, Johannes Draaier, Wiebren, Veenstra, Steven Roos en Jan Leijdam. Vier man dus aan de leiding. En dan de langgerekte muiten. Art Harkema, Wiebren, Veenstra, Trico Hitachi. Dan de man van Superconvex, Henk Nijdam niet, maar Jelle Nijdam. Dan natuurlijk Steven Rooks in de balletjestrui. En uiteraard ook uitzonder Johannes Draaier. Kijk, kijk, wie komt! Dus Andries Nieuwenhuis doet het verslag rechtstreeks op de micro. Vierde prijs met zijn in uw programma boekje. Op het lotnummer 2749. 2749, vierde prijs. De derde prijs op het nummer 20 opgeroepen in de ronde van Sruisterveen. We kijken ook naar voorzitter van het organisatiecomité, Tinus Jongsma. Ik denk, Tinus, als je zo rond je kijkt en je kijkt naar het publiek, naar de massale aankomst, dat je dik en dik tevreden bent. Ja, dat ben ik zeker, André. Ik ben dik tevreden. Er zijn veel meer mensen dan vorig jaar. Ik denk dat er wel 25.000 à 30.000 mensen zijn en dan overdrijf ik zeker niet. En ik wil het publiek ook zeer hartelijk danken voor het erg gedisciplineerde gedrag. Voetbalsupporters die hebben wij hier vandaag niet aangetrokken. En ze horen het ook, het zijn echte wielersportliefhebbers. Van de sponsoren. Daar heb je gelijk in en ik wil ook van de gelegenheid gebruik maken om die sponsors, het zijn er veel om op te noemen, één wil ik er wel noemen, dat is de Spaar en Voorsterbank, de schenker van de ereprijs, de Gouden Pit, die straks om een uur al wel hier bij Saal Heide wordt uitgereikt. Ik wil in zijn algemeenheid de sponsors zeer hartelijk bedanken, maar ook het gemeentebestuur van Achtkarspelen, de Koninklijke Nederlandse Wielrenunie, die ons zeer terwijl is geweest bij het verstrekken van vergunningen en licenties. De dienst gemeentewerken onder leiding van Hans Wiersma, onze plaatsgenoot, die zich ook elk jaar zeer inzet om dit evenement te doen slagen. Ook hem dank. En de EHBO-afdeling van Zuiderveen ook zeer bedankt. Ik hoop niet, ik heb niet gehoord, dat ze het druk hebben gehad. Alle medewerkers van de verenigingen, hartelijk dank. En graag tot volgend jaar.
steken natuurlijk ook in de finale niet open. Toeren naar te gaan met Gert Jakers aan de leiding. Gert Jakers van Super Complex, oftewel Joko. En het Eddie Schuurer met Wieberen Veenstra. En dan loopt langzaam maar zeker de hele handel binnen en krijgen wij ze dadelijk terug voor de huldiging van het toptrio van de profronde van Sruister 2, 1988, Jelle Nijdam, Steven Rooks en Steven Rooks. Dat heb je zelf kunnen constateren, dacht ik, veel volk langs het parcours gezien. Ja, zeker. Dat is grote groen maar aan natuurlijk, als zoveel publiek is. Dat is prachtig, jongen. Goed, heel veel mensen zijn gekomen voor de diverse kleppers. Ze zijn zeker ook gekomen voor jou. Dan rij je in zo'n bronbrand in de koppelbron. Maar dat moet een geweldig gevoel zijn. Ja, zeker. Iedereen spreekt bij mij. En dat is natuurlijk een mooie zo. Dat is goed, gaan we de laatste ronde in. Jij bent een hele rappe man, maar je kon er vanavond tegen die ervaren Rotterdam, Jelle Nijdam en Steven Rooks net niet aankomen, hè? Nee, Jelle is hier de laatste 200-300 meter en ja, er zijn nog 10 meter en dat is zeer moeilijk dicht te krijgen. En ik had hier in de bocht in. Toen was het al gebeurd. Toen was het al gebeurd. Als Jelle Nijdam demareert, dan is het gewoon een kwestie van laag vliegen. Ja, dat is verschrikkelijk om daar te zien. Goed, we gaan jou zo dadelijk weer manoeuvreren richting Rondemis, Miss Supermarkt en de Boer, voor andermaal kussen. We gaan eventjes naar Steven Rooks, want, oh nee, Jelle is al klein. Jelle, we hebben het gezegd, Wieberen die sprong bij jou in het wiel, maar ja, die Jelle Nijdam, het wordt zo vaak gezegd, is een laagvlieger in de finale. Ja, ik ben op een hele goed in de finale. De sprint is hier erg gevaarlijk, die bocht. Ik ben voor die bocht gegaan. En omdat er veel kort aan de bocht ligt, het is erg moeilijk om er overheen te komen. Daar gaat dat gaskraantje bij jou aan het sturen wagenwijd open.
Ja, kun je zo in het uur stellen. Goed, je kent de ronde van Sluisterveen. Je bent hier vaker geweest, in eerste instantie in het tricot van Quantum. Je weet ook, we hebben een heel bijzondere ereprijs. Ja, ik heb gehoord. Ik heb ook een speciale plaats van de Jonge thuis. Goed, zo'n gouden fietsje had je natuurlijk nog niet. Nee, de eerste keer dat ik hier wint. Goed, maar dat kan natuurlijk in een andere koers zijn. Ja, dat kan niet vaak. Goed, we gaan onderhand ook naar de tweede man, Steven Roos. Goed, Steven, waarom die kopgroep van 7? Opeens, ging de bijl erin, 4 man weg. Jij maakt er nog wat aanstalten, maar dan komt die laagvliegere Jelle Nijdam, die was niet meer te pakken. Nou, ik heb het een paar keer geprobeerd en Jelle had natuurlijk een ploegmaat en ik had een ploegmaat. En in het begin was die aangevecht, heb ik heeft daar het gat dichtgereden, maar ja. Als ik weg ben, dan pak Jacob me terug, dus het was een beetje heen en weer. En Jelle kon ik niet uit de buurt rijden. Een beetje Volendams. Zo kun je het wel noemen, ja. Goed, we gaan naar het ereschapot voor het hele grote varken van onze supersponsor Steven Roos. En als Jelle Nijdam ook meekomt, dan gaan we zo dadelijk een tweede rondje persconferentie inlassen. We gaan ook samen met de kleine man uit Harkema hier naartoe. Voor het ereschapot van onze supersponsor, de Sparen Voorschotbank. U weet wel, uw bank voor de hoogste rente. En als Wimren Veenstra als derde man er eventjes keurig netjes gaat staan. Ja, dat was een F-16, maar daar konden we ook niks aan doen. Waar is Wibren Veenstra? Goed, als Jelle Nijdam keurig netjes in het midden gaat staan, dan gaat Wibren aan de buitenkant dan weer ergens staan. Goed, onze ronde met Supermarkt en Boer. Kom eens terug, Henny. Nou, die is helemaal niet zenuwachtig meer. Die treft een hele goede bekende. Bloemen en kussen van Miss Supermarkt en Boer voor Wibren Veenstra met uw applaus. Kijk, ze heeft het geleerd, ze is gretig. Denderend applaus voor Steven Roos. Ja, en dan moet Jelle echt voor de bel met zo'n Miss Supermarkt en de Boer. Kijk hem lachen, kijk ze kussen. Denderend applaus, Jelle Nijdam. Oké, mensen, met ons huisorkest, het Solidariteitsorkest, gaan we nog één keer formidabel in de handen voor Jelle Nijdam, de winnaar van de Gouden Fiets. Oké, mensen, het kan nog één keer voor de tweede man in de balkenstrijd, Steven Roos. Onze charmante rondenis Henny van Supermarkten de Boer.